Zo, kijk eens hoe mooi schip hier ligt. Dit is van Rotterdam. Maar ik heb nog iets leuks. Kijk. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin, Karin en Roderick, dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 19 augustus 2021 en het loopt nu rond de klok van 2:30. Ja, wij zijn dus nu onderweg naar Rotterdam voor mijn Janse prik. Ja, yep. Roderick en die waagt het nog niet aan, hoeft ook niet. Als hij dat niet wil, dan ga ik hem ook niet dwingen. Dat gaan we niet doen. Dus ja, dus wij gaan dus nu onderweg naar Rotterdam. Yep. Weet niet wat ik daar mag filmen of wie wel, niet wel, wat dan ook. Geen idee. Sommigen mogen het wel, sommigen mogen het niet. Dus mocht ik wel gaan filmen, mocht het gaan, dan zal ik hun ook sowieso even onherkenbaar in beeld laten brengen. Dus, maar we zien het wel. Maar voor de rest wensen wij jullie wel heel veel kijkplezier bij deze vlog. Ja. Mag je daar zo mee rijden? Nee. Dat dacht ik al. Want dat is de BMW? Nee. Ik ben die andere flat even kwijt. Jongens, kom. Een Kia nog aan. Maastorenflat. Vasteland 12. Zeker. Maag- en darmonderzoek, pijnbehandeling, MRI-onderzoek, röntgenonderzoek, neurologie, ergografie en kindercardiologie. Gebouw. Mijn god. En daar heeft Gio gewoond. Daar. Kijk eens hoe mooi het hier is. Lekker aan het water. Yay! Nou, daar ben ik dus net geweest. Ik ga nu weer lekker naar Rood toe. Kijk, mooie boot Rotterdam. Kijk, prikhal. En ik ga dus nu weer lekker naar Rood toe. Yay! Ja. Helemaal top. Nou, de prik die zit erin, zoals je dus wel licht kan zien. Alleen ik mag binnen dus niet filmen. Ik heb alles. Ik voel mijn kip lekker. Ik ben al eerder gedraaid dan eigenlijk mag. Want dat gaan ze toch niet controleren, zeg maar. Nee. Dus ja. Ik ga nu weer mijn eigen man opzoeken. Dus. Ik krijg ook gelijk een berichtje van hem binnen. Hij weet niet dat ik ook bijna klaar ben. Nee. Scheelt ook weer. Zo, kijk eens hoe mooi schip hier ligt. Dit is van Rotterdam. Maar ik heb nog iets leuks. Dus kijk. Twee. Even ga ik even inzoomen voor jullie. Ja. Dat is ook een groot ding, jongens. Mij. Maar alsnog vind ik dit ding nog mooier. Jee. Dag, priklocatie, dag. Hey, allemaal. We zijn ook weer thuis. Ik heb mijn prik dus gehad. Wat je wel kan zien. Nee, ik lieg niet.
Want ik zal even mijn boekje erbij pakken, vaccinatieboekje. Voor de rest, mijn dingen, dan gaat jullie niks aan. Nee. Kijk, ik heb hem gehad. Yay. Yes, helemaal goed. De Janssen. Ja. Maar, ik heb hier dus ook een pakketje binnen. Dat is voor deze telefoon. Dus ik ga even met jullie samen uitpakken. Dus dat ga ik dus ook nu lekker doen. Er zit wat leuks in. Ja. Ik krijg ook gelijk een cadeautje bij. Dat is ook leuk. Hé. En ik krijg er nog meer erbij. Dat is ook leuk. Ja. Kijk, bedankt voor je. Bedankt voor je bestelling. Yay. Nee, ik word daar niet voor gesponsord. Maar ik heb dus een hele mooie hoesje besteld. En ja, ik kan hem dus ook nu dan zo lekker vasthouden. Yay! Dus ik ga hem ook weer even uitpakken. En dan ga ik hem zo meteen in deze hoesje doen. Want dit was dus mijn vloghoesje. Dus we gaan vloggen. En ik heb geen zin om een ding eens te pakken. Kijk, hij is heel mooi. Ook een hele... instructie. Nou, deze kan ik hier zo doen. En ik kan hem ook nog mooi draaien. Kijk, en dan kan ik hem ook nog zo neerzetten. Ja, dat kennen jullie dus nu even nog niet zien. Maar ja, ik kan hem zo neerzetten. Hartstikke mooi. Ja. Dus ik ben daar wel weer blij mee. Helemaal top, helemaal goed. Ik ga hem gelijk even proberen. En deze kreeg ik dus cadeau. Dus, dankjewel. Ha! Vlaamstraat 43 komt hij vandaan. Nou, dat is toevallig, dat is leuk. Dus, ja, dank jullie wel. Voor jullie goede service. Nou, het zit dus nu in mijn hoesje. Kijk, ik heb hem hier eruit. En ja, ik ben er eigenlijk heel blij mee. Want ik heb gewoon mijn vinger, mijn ringvinger. En dan kan ik wel mijn middelvinger, maar dan hebben jullie mijn vinger weer voor. Dus ja. Ja, en als ik wijn drink, mensen, ja, dan vind ik deze wijn lekker. Maar ik drink vanavond op een vriend die dus helaas is dus overleden. Dus ja, ik heb dit allemaal. Dus ja, haakt helemaal niet uit. Nee. En Roderick, die vindt deze lantaarnpaaltjes die hierboven staan, een soort van paddenstoelen. En vooral 's avonds. Als het brandt. Morgenmiddag. Maar het is wel een hele mooie fietsbrug, dat wel. Ik heb er nog niet overheen gefietst, maar dat komt wel eens een keer, mensen. Ja hoor. Hi. Love, kom eens hier. Oh, 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 oh. Wacht even. Oh, 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 oh. Lekker in de knoop. Kom eens, meisje. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Die kant op. Nee, deze kant op. Ja, 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 deze kant. Goed zo. Ja, komt maar let. Lady toe, lopen. Goed zo. Ja. Ja, nou is het wel weer goed. Hi, Messi. Goed zo. Ja, nou. We hebben mooie rozen neergelegd. En bij onze bekende persoon. Ik ga geen namen noemen, doe ik niet. En ja. Ook in overleg met de familie bij hem in de kist. En dat vonden ze een heel mooi gebaar. En, Rodi is dus nu thuis even alles aan doen en gaan we eten. En ik ben dus nu met de hondjes uit. Zoals jullie kunnen en hebben mogen ervaren net even. Ja. Dus ja, dus dat. Dus dan ga ik me even weer even lekker concentreren op de hondjes. En dan
kunnen ze zometeen weer even lekker los. Ja, lieve mensen. Ja, het is een tijd van een vlog openen. En het is een tijd van een vlog weer afsluiten. Nou, die tijd is gekomen. Ik ga vragen of jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, vergeet dan niet te abonneren. En een duimpje vergeet die zeker niet. En als je er tijd voor hebt, laat even dan een leuke reactie achter. Want als ik tijd heb, dan krijg je zeker een leuke reactie terug. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe vlog.